Vandaag is dan ook de titel van de boodschap: De liefde is sterker dan de dood. We gaan het vandaag hebben over de macht van de dood, die zo werkelijkheid wordt, misschien wel voor velen van ons. Nu in deze tijd, dat je misschien wel hier veel vaker over nadenkt, dat je hier bewust van wordt. Of dat er misschien wel mensen om je heen zijn overleden. En dat het jezelf misschien wel in de ogen aankijkt. En dat je misschien wel beangstigd kan worden. En vandaag misschien wel nog meer over nadenkt dan dat je ooit eigenlijk hebt gedacht. Want we zullen er allemaal moeten toegeven dat ons lichaam het zal opgeven. Nou, dat zal ons allemaal overkomen. En misschien is dat heel kort, maar hopelijk duurt het natuurlijk nog jaren. Nou, we doen ons allemaal ons best om zo goed mogelijk onszelf te beschermen, gezond te leven, fit te blijven. En dan zorgen we ervoor dat we eigenlijk zo lang mogelijk leven. Maar dat bevrijdt ons niet van de macht van de dood. Want dat is een hogere macht die boven onszelf uitstijgt. Er zijn zelfs vele mensen die proberen door middel van goede daden te doen naar de mensen om hen heen, zodat ze misschien straks voor God wel kunnen zeggen van: hey God, ik heb toch goed mijn best gedaan. En nu mag ik vast wel voor eeuwig leven. Maar ook dat bevrijdt ons niet van de macht van de dood. Het is geweldig en het is goed. We moeten fit en gezond blijven. En we mogen en we moeten absoluut goede daden doen voor mensen om ons heen. Maar het bevrijdt ons niet van de macht van de dood. En daar wil ik de nadruk op leggen vandaag. Dat wij zelf niks aan deze macht kunnen doen. Want we zullen allemaal eens moeten sterven. Omdat we een sterfelijk lichaam hebben. Nou, er is een schrijver in de Bijbel. Die heette Paulus. En Paulus herkende dit. Hij zegt in Romeinen 7 vers 24, zegt hij eigenlijk, dat de liefde van onszelf. Hij zegt: wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Hij zegt eigenlijk: hoe goed we ook ons best doen, ik wil het wel, maar niks in mij is ertoe in staat om mij te bevrijden van deze vreselijke macht van de dood. Hij zegt daar in dit hoofdstuk eigenlijk, Romeinen 7, vers 24, ik wil het goede wel doen, maar het lukt mij niet. En alles in mij is gericht op mijzelf, ook al wil ik wel, maar die liefde voor mijzelf, mijn eigen gerichtheid, mijn eigen ik, staat in de weg van wat God van mij vraagt. Staat tegenover de wil van God, zegt hij. Mijn eigen ik staat eigenlijk in de weg. En daardoor maken we fouten. Maken we verkeerde beslissingen. Omdat het toch uiteindelijk diep in ons hart om onszelf draait. Nou, en dat herkende en erkende de schrijver in dit boek. En misschien herken jij je wel in. Als we fouten maken, en ik herken me er zelf in. Als we verkeerde beslissingen maken, dan komt er toch een bepaalde oordeel of schuld, een schaamte in onszelf, waar we onszelf niet kunnen van verlossen. En dat noemt de schrijver hier zonde, wat eigenlijk je kan verwoorden als je doel missen. Dat je eigenlijk door dat je doel mist hier op aarde. Dus die macht van die dood, daar zullen we allemaal aan moeten toegeven. Maar, zegt hij dan, maar God is in staat om hier wat aan te doen. En deze boodschap wil ik met jou even dieper gaan bekijken. En dat is wanneer hij een nieuw hoofdstuk begint. In het boek Romeinen schuift hij af met hoofdstuk 7 en dan begint hij aan Romeinen 8. En dan zegt hij, maar God is in staat. Niet ik. Ik ben niet in staat om mijzelf te bevrijden van deze macht. Maar mijn God is. Wanneer alles in hoofdstuk 7 draait om mijn eigen ik, is in hoofdstuk 8 draait alles om God. Dat hij zegt, hij is in staat om ons te bevrijden van elke oordeel en schuld op ons leven die boven ons uitstijgt. Laten we het lezen. Romeinen 8 vers 1 en 2. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus is, die zal ons niet meer langer veroordelen. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet.
De wet van het leven. En u bent losgemaakt, zegt het, uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Dus hij zegt hier eigenlijk, elk oordeel, elk schuld op jouw leven is niet langer meer aanwezig. Doordat jij in Christus Jezus gelooft. Omdat God zoveel liefde voor ons had, is er redding mogelijk, zegt het hier. Dus de liefde van God geeft redding, is het in het eerste gedeelte. God besloot ervoor, omdat hij zo ons lief had, dat hij zijn zoon op aarde liet komen. Die in een menselijk lichaam kwam zoals jij en ik heeft. Hij was 100% mens en 100% God. En doordat hij op aarde leefde, dezelfde verleidingen moest ondergaan, maar niet in staat was en niet toe heeft gegeven aan de macht van de zonde, aan fouten, aan verkeerde beslissingen, was hij in staat om te sterven voor ons aan het kruis. En dat oordeel van God op hem te nemen, die op ons leven ligt, wat schuld brengt en oordeel, nam hij. En daarmee zegt hij, daarmee is alles betaald en is de vergeving mogelijk voor jou en voor mij vandaag de dag. Doordat wat Jezus gedaan heeft. Dus die liefde van God werd tot uiting in het lichaam van Jezus hier op aarde. Dus de liefde van God geeft redding. Nou, als we verder lezen, dan zegt hij eigenlijk, de liefde van God geeft niet alleen redding, maar het geeft ook vrijheid. Het zegt dus, als je eenmaal met Jezus Christus verbonden bent en in hem gelooft, dan zal er geen oordeel meer zijn, zal er geen schuld meer in je leven zijn. En dat brengt vrijheid. En dan lezen we verder in Romeinen 8, vers 15. Daar lezen we, wij hoeven dus geen slaven meer van angst te zijn. U heeft de geest ontvangen, Heer, om niet opnieuw als slaaf in angst te leven, maar u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Hij zegt het dus, we hoeven niet meer angstig te zijn voor de macht van de dood, door alles wat ons kan overkomen. Nee, we kunnen nu, zijn we aangenomen, doordat we in Jezus geloven, als kinderen van God, als zonen en dochters. In Bijbelse begrippen wordt er dan eigenlijk gepraat over een adoptie die er plaatsvindt. Nou, als we denken aan het woord adoptie, waar dus ouders of een vader een kind adopteert, dan wordt die en komt die in een nieuw gezin. Dan wordt hij een kind van een nieuw gezin en alles wat hij ooit heeft gedaan is niet langer meer deel van het leven van dat kind. Dus nu zegt het, en Paulus zegt het, als je dus gelooft in Jezus Christus, kom je in dit nieuwe gezin en is de Vader, heeft alles betaald, zegden ze, heeft alles weggenomen en is niet langer meer deel. Alles wat je nu zal doen of in de toekomst zal doen, elk oordeel, elk schuld is weg en dat geeft een vrijheid omdat we kinderen zijn van God en niet langer meer slaven van angst. En dat geeft vrijheid. Dus die liefde geeft vrijheid. Dus als we teruggaan, de liefde geeft redding. De liefde geeft vrijheid. Maar dat geeft ook hoop. Als we verder lezen, schrijft Paulus, de liefde geeft hoop. Want één ding weten wij zeker, zegt hij in Romeinen 8, vers 28. Voor wie hem lief hebben, of voor wie volgens hem geroepen zijn, zegt het in deze Bijbeltekst, kan en zal alles bijdragen ten goede. Dus dat betekent eigenlijk dat vanaf dat moment, als jij dus in Jezus Christus gelooft, word je deel van een nieuw gezin, een kind van God. En op dat moment zal alles wat je ooit hebt gedaan en alles wat je vandaag zal gaan doen, hoe fout het ook is misschien en welk oordeel of schuld het misschien met zich mee zou brengen, is niet langer meer deel van jouw leven. Jij hebt vrijheid en er is een hoop, want dat zal ten goede worden gebruikt voor jouw eigen bestwil. Dus ook nog als we in de toekomst foute beslissingen maken, omdat we nog steeds een menselijk lichaam hebben
die er altijd nog steeds op onszelf gericht zijn, dan zal oordeel en schuld niet langer meer deel zijn. Het zal ten goede gebruikt worden. En dat brengt hoop. En daarom zeg ik ook altijd tegen mensen om mij heen, als ze moeilijkheden hebben, als er lijden is, kunnen we dus zeggen, in elke situatie, in alle omstandigheden, er is altijd hoop. Nou, en dat is de liefde van God geeft hoop. Omdat we in alle omstandigheden in staat zijn om op hem te vertrouwen en weten dat hij het ten goede zal gebruiken. Dus het geeft redding, het geeft vrijheid, maar het geeft ook hoop. En dan zegt de schrijver, voordat hij bijna dit hoofdstuk gaat afsluiten, zegt hij, de liefde van God geeft overwinning. Het is dus, hij zegt, we kunnen nu, zijn we in staat, in alle omstandigheden als een overwinnaar te voelen. Ook al voelen we ons terneergeslagen, of voelen we ons hopeloos, wij kunnen ons voelen als overwinnaars. En dat lezen we als we samen kijken in Romeinen 8, vers 37. We kunnen zegen vieren, zegt het. In alles wat we doen, zijn we meer dan overwinnaars. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dus we kunnen een als overwinnaar voelen. Als jij druk of hopeloosheid ervaart of terneergeslagen bent in je werk misschien wel. Op je studie, in je gezin, in je huwelijk, in je eigen gezondheid, dan ben jij en kan jij boven deze omstandigheden uitstijgen. Omdat we meer als overwinnaar zijn. Omdat hij ons lief heeft gehad. Dus die liefde van God overstijgt alle omstandigheden. Het geeft redding. Het geeft vrijheid. Het geeft hoop. En het geeft overwinning op het leven wat je nu mag leven. En dan triomfantelijk eigenlijk sluit deze schrijver deze boodschap af met de liefde van God die ons nooit kan scheiden. En de liefde geeft eeuwig leven. In plaats van dood, zegt de schrijver. Dan geeft hij, God die zoveel van ons houdt, eeuwig leven. En dat leven in de laatste verzen van dit hoofdstuk, Romeinen 8, vers 38 en 39. Laten we dat samen lezen. En dan zegt hij, ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, wat er ook gebeurt vandaag, of wat er morgen gaat gebeuren, nog in de toekomst, in welke diepte we ons bevinden, in welke hoogte we ons bevinden, wat er ook gebeurt. En geen enkele macht of kracht in deze schepping, hier op aarde, kan ons scheiden van de liefde van God. Die zichtbaar wordt en die gegeven wordt door Jezus Christus, onze Heer. Nou, en daar sluit de schrijver mee af. Met deze triomfantelijke woorden. Die zegt, de liefde van God is sterker dan de dood. Nog heden, nog toekomst, nog de dood. Niks zal ons kunnen scheiden van die liefde van God die sterker is als de dood. God zelf besloot al, voordat jij en ik gemaakt zijn, geboren werden op deze aarde, dat zijn liefde er altijd zal zijn. En die zal altijd sterker zijn. Dus hij zal er altijd alles aan doen om jouw aandacht te krijgen. Om die liefde zichtbaar te laten maken in jouw leven. Het is net als in een huwelijk, waar je dus eigenlijk al vooraf besluit dat wat er ook gebeurt, je niets kan scheiden. Ik zeg het ook altijd tegen mijn eigen vrouw. Wat ook gebeurt, scheiden is geen optie. Dus je kan nog zo boos worden, je kan nog zo in conflict zijn. De dingen kan het doen, we gaan niet scheiden. En dat brengt een vertrouwen en een liefde. En dan hoe de omstandigheden ook uit kunnen zien. Hoe erg het ook is, dan weten we dat die liefde zal overwinnen. En zo zegt ook God, mijn liefde is sterker dan de macht van de dood. En dat is wat Paulus hier aan het einde beschrijft. Hij zegt dat deze macht overstijgend is, zal overwonnen worden en is overwonnen door de dood van Jezus. Doordat Jezus gestorven is,
nedergedaald is, zegt het. Hij is begraven en hij is opgestaan uit de dood. Omdat hij zonder zonde was, kon hij elke macht van de duisternis, macht van de dood, overwinnen. Hij was gezien en hij is teruggegaan naar zijn vader. En een ieder die nu in hem gelooft, zal elke macht van de dood overwinnen, omdat we eeuwig leven kunnen. En dan mag je zeker zijn van vergeving, van alles wat je fout hebt gedaan. En dat elk schuldgevoel, elk oordeel op je leven nu bij Jezus Christus is, omdat je in hem gelooft. Dat je een kind van God zal zijn. En dat de macht van dood niet langer meer deel zal zijn van jouw leven. Dezelfde schrijver, die sluit in een andere brief triomfantelijk af. Daar die zegt, dood, je bent opgeslokt. Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Want die liefde van God is sterker. Dankzij Jezus Christus, zegt het in 1 Korinthe 15, vers 53 en 54. Dankzij Jezus Christus. Doordat zijn liefde sterker was, hebben wij de dood kunnen overwinnen. En daarvoor wil ik je uitnodigen, deze morgen, om deze boodschap in je hart te accepteren. Misschien heb je dat er nooit eerder gedaan, of misschien wel, maar ben je zo angstig eigenlijk nog voor die dood, dat je zegt, ik wil deze liefde van God in mijn woonkamer. Ik wil deze liefde van God in mijn hart, in mijn leven heersen. En ik wil een kind van God zijn, zodat ik niet langer angstig zal zijn voor de dood. Wat ook gaat komen. Dan wil ik je uitnodigen om met mij samen te bidden. Door simpel te geloven, zegt het. Door geloof is zeker zijn dat de hoop werkelijkheid wordt. Kan je met mij vandaag samen bidden. En Jezus Christus zeggen, ik geloof in wat u hebt gedaan en dat u de dood heeft overwonnen en dat de liefde van God sterker is. Als je dat wil, nodig je uit om samen met mij dit gebed te bidden. Laat onze ogen sluiten. Ik geloof, Jezus Christus, dat u gestorven bent aan het kruis. Voor alles wat ik fout heb gedaan in het verleden, maar ook voor elke fout die ik nog zal begaan in de toekomst. Ik geloof dat u bent begraven en bent opgestaan uit de dood. En dat daarmee elke macht van de duisternis en elke macht van de dood u heeft overwonnen. En ik geloof dat ik daardoor een kind van God zal zijn. Waardoor alles is vergeven en ik eeuwig zal mogen leven. Ik geloof in wat u heeft gedaan. Dank u wel dat ik nu deel mag zijn van u en vergeving en eeuwig leven mag ontvangen. In de naam van Jezus. Amen. Dank je wel. Je mag zeker zijn van vergeving, van eeuwig leven en van dat je een kind van God bent.